vroeg in de ochtend. Het is heel rustig. We zijn op de Oase afvarend. Je ziet het water is vrijwel strak, glad. Het is een mooie dag. Je moet op dit stuk van de rivier verplicht bakboord wal houden. Dus als we andere schepen zouden ontmoeten, zouden die stuurboord ontmoeten. We zijn intussen de sluis gepasseerd en er komen twee schepen van de andere kant af. We houden hier dus nog steeds de bakboordwal. En we gaan de schepen die er straks aankomen stuurboord op stuurboord ontmoeten. Je ziet dat het opvarende schip een blauw bord heeft bijgezet.
mocht je met een klein schip ooit zelf varen, Frankrijk of België, respecteer dat blauwe bord dan, want het wordt echt van je verwacht. We zijn intussen op de Seine, een zijarm. Hier aan het bakboord links uit Saint-Denis. En we hebben hier een verf aan de rechterkant, het stuurboord. En daar worden een heleboel schepen verbouwd tot woonschip. Daar zijn ze hierin gespecialiseerd. We zijn inmiddels in de stad, dat hebben we al vaker laten zien. Maar uiteindelijk is het een beetje redelijk weer. COVID begint op een eind te lopen. Dus er is eindelijk weer wat volk op de been. Er zijn wat toeristen, wat mensen op de wal te zien. Hier en daar vaart al een batomouche, een rondvaartboot. Nog niet veel, maar het begint. Ja.
gaan weer door de Parade de la Monnaie. Net als vorige keer, toen Nathalie stuurde. Maar toen was het zo beesten weer. Dat je eigenlijk nauwelijks kon zien waar we voeren. Dus dat laat ik nog maar een keer zien. Dan Nathalie. Maar die deed natuurlijk voor de eerste keer, dus die moest dit alles veilig houden. Je zal zien dat ik halverwege het gat van de brug al aan stuurboord ga varen om alweer klaar te maken voor het volgende gat. Maar ik heb het vaker gedaan.
bord op de brug. Dat wil zeggen dat we uit een nevenvaarwater komen. Dus het hoofdvaarwater hier van de bakbord komt. We hebben dus geen voorrang. Dus we gaan ons zo even melden op de marifoon.